We hebben heel specifiek een herstelacademie willen oprichten, omdat een herstelacademie is een leeromgeving. En wat het vooral doet, is dat mensen werken aan zelfvertrouwen. Herstel dichtbij voor iedereen. Dat is waar wij van dromen. Dat iedereen in Nederland een plek heeft waar je tijdens of na een periode van mentale ontwrichting aan je herstel kunt werken, samen met anderen die hier ook ervaring mee hebben. Bij Zelfregie en Herstelinitiatieven zijn ervaringsdeskundigen in de lead en kunnen mensen met onderlinge steun aan hun herstel werken. 30 van deze initiatieven nemen deel aan Herstel Dichtbij, samen voor mentale gezondheid. Een 3-jaar programma van het Oranje Fonds en Mind. Waar het om gaat is dat iedereen is deskundig over zichzelf. Want je kunt eindeloos proberen te doen wat anderen vinden dat goed voor jou is. Maar het gaat er juist om weer ontdekken, wat wil ik nou? En wat kan ik? En hoe doe ik dat dan? En dat doen we hier. Ik moet mijn leven leiden op de manier die voor mij het meest zinvol voelt. En ook fijn. En ook nog een beetje leuk. Want dat vergeten we wel eens. Dat het ook leuk moet zijn. Ik heb een gedwongen opname achter de rug gehad. Dat was ook hier in Haarlem. En daar lagen allemaal boekjes en informatie over de Herstelacademie. Het aanbod sprak me heel erg aan. En toen dacht ik, nou weet je, er is een informatiebijeenkomst. Ik ga daar gewoon eens naartoe. En ik kreeg een presentatie van een hele grote man die gewoon over zijn kwetsbaarheid aan het vertellen was. Weet je, echt zo'n beer van een vent. En die gaat gewoon heel open en eerlijk vertellen van, joh, ik heb hier last van en ik ben daar tegenaan gelopen. En ik was gelijk zo geraakt dat ik echt dacht, nou weet je, het staat ook niet op je voorhoofd van je bent psychisch kwetsbaar of je hebt een verslaving of wat dan ook. Toen had ik wel zoiets van, ja, hier wil ik naartoe. Ja, voor mij heeft de Herstelacademie een heel groot verschil in mijn leven gemaakt. Je weet dat iedereen die hier werkt ook, iedereen heeft een rugzakje. Dat geeft een heel fijn gevoel dat je er gewoon mag zijn. En je kan gewoon je verhaal kwijt aan elkaar. En ja, dat is gewoon heel erg prettig. En mensen zeggen heel vaak tegen mij, wat doe jij goed werk? Wat goed die Herstelacademie en je bent er zo voor de anderen. En ik heb er eigenlijk maar één antwoord op. Ik doe dat niet zo erg voor anderen. Ik heb het zelf zo nodig, die plek. Ik heb een hele worsteling met het leven gehad en nog steeds. En het doet mij zo goed om hier te zijn en te zien dat anderen ook worstelen. Ja, dat klinkt heel naar, maar dat is wel zo. En te horen van anderen, ja, maar dat heb ik precies hetzelfde. Ik was gewoon voor mezelf helemaal onderuit gegaan. Dus ik had echt nul zelfvertrouwen meer. En doordat ik hier gewoon mijn verhaal mocht vertellen en mocht luisteren naar hoe anderen ermee om zijn gegaan, heb ik eigenlijk heel langzaam weer dat vertrouwen gekregen van oké, ik accepteer nu dat ik een psychische kwetsbaarheid heb. En dat ik wel zoiets had van oké, maar ik doe er nog steeds toe. Het is hier echt voor, door en met elkaar en je mag hier leren en je mag hier zijn. En kies uit wat voor jou goed voelt en ga er maar mee doen wat je wil. Ik heb de cursus werken met eigen ervaring gevolgd. En het heeft een heleboel mij wel gebracht, ook die cursus. Want ja, je leert toch te praten over je problemen die je hebt of hebt gehad. Je verwerkt langzaam ook een heleboel dingen door met anderen erover te praten. En door regelmatig je eigen verhaal ook te vertellen. Het heeft me heel goed gedaan, ook die cursus. Ik heb familie, vrienden waar ik allemaal nog contact mee heb. Maar er zijn hier ook een hele hoop mensen voor wie dat niet is. En voor wie dit eigenlijk hun sociale contact is. Dus niet alleen het contact hebben met een hulpverlener of een psychiater of een wie dan ook. Nee, maar gewoon mensen onder elkaar. En daar word ik echt altijd super enthousiast. Ik word daar heel blij van. Ik ben super, super trots op deze hele herstelacademie. Als ik hier 's morgens binnenkom en ik zie hier weer mensen zitten die met elkaar delen. En daar komen weer heel voorzichtig wat glimlachjes op gezichten die heel vaak op ernstig lijden hebben gestaan. Ben ik daar niet trots op, maar wel heel blij mee. Dat het hier altijd weer vol zit en dat het hier niet één groot zwaar lijden, ellende gesprek is, maar dat er veel gelachen wordt, mensen elkaar steunen. Mensen doen het met elkaar, voor elkaar en het werkt.